Denk jij nou, mijn kamerplant heeft voeding nodig? Ja, dat kan zeker, want kamerplanten houden ook van voeding. Maar niet bij alle planten is dat dezelfde voeding en niet altijd dezelfde reden waarom je voeding moet geven. In deze video vertel ik je er alles over. Kamerplanten hebben net zoals buitenplanten een paar elementen nodig. Licht, water en zuurstof en daarnaast voedingsstoffen, mineralen. Kamerplanten staan natuurlijk binnen en daar krijgen ze niet van zichzelf voedingsstoffen. In de natuur is dat wel. Daar heb je namelijk bladval, dat valt op de grond, dat wordt verwerkt door beestjes en dat is eigenlijk weer voeding voor de plant. Nou, in je kamer heb je als goed is geen bladval en moet je dus voeding gaan toevoegen. Vaak wordt er voeding bij de plant gegeven als de plant ook echt misgaat. Je ziet bijvoorbeeld lelijk blad of je merkt dat de plant het helemaal niet lekker doet en dan denk je, oh, hij heeft voedingsstoffen nodig. Ja, dat kan inderdaad een reden zijn. Maar behoed je er wel van dat je niet op de verkeerde momenten voedingsstoffen gaat geven. Ga eerst even achterheen waarom je plant het slecht doet. Is het niet omdat hij op de tocht staat of omdat hij te veel water heeft gehad? Want ga je hem dan nog meer water en voeding geven, dan gaat het vaak mis. Dus let even op, is het wel echt een voedingstekort? En een voedingstekort zie je vaak aan het blad. Het blad is niet meer zo lekker groen. Meestal gaat het dan echt een beetje over de hele bladeren, over de hele plant. Dan zie je gewoon van, hey, hij komt echt wat tekort. Ook de stevigheid geeft meestal aan de plant aan dat hij echt wel wat tekort komt in kali, wat stevigheid geeft. En daarnaast, als je weer wat bloei in je plant wil hebben en je krijgt telkens de bloemen er maar niet in, dan wil dat ook een teken zijn dat je voedingsstoffen tekort komt. Voedingsstoffen geef je eigenlijk ook aan de plant als eigenlijk een vitamine. Als de plant namelijk goed gezond is, dan is hij ook weerbaarder tegen schimmels en ziektes. Ga je zelf maar na. Als je genoeg vitamine neemt, ben je ook weerbaarder tegen ziektes. En dat is met planten net zo. Je kamerplanten voeden is toch eigenlijk wel de beste periode in het voorjaar. Want dan beginnen de planten weer te groeien. Ze gaan weer nieuw blad maken of ze maken juist bladknoppen of de bloemknoppen. En dat is eigenlijk de periode dat hij ook wat extra voeding vraagt. In de winter voeding geven, dat is op zich niet heel verkeerd, maar je plant is eigenlijk in de ruststand. Dus het is niet heel natuurlijk als je hem allemaal maar energie gaat geven, terwijl hij eigenlijk een beetje wil rusten. Dus mijn advies is altijd, probeer het in de groeiperiode te doen. In het voorjaar heb je een lange groeiperiode en in het najaar een korte groeiperiode. Even een uitleg over meststoffen. Meststoffen bestaan eigenlijk uit drie grote bestanddelen. De stikstof, de fosfaat en de kali. En de stikstof is eigenlijk echt voor de groei. De fosfaat is meer voor de bloei te stimuleren en de kali is eigenlijk voor de stevigheid, het groen in het blad en de waterhuishouding in de plant. NPK zit dus eigenlijk in alle meststoffen. Maar die verhoudingen zijn anders. Bijvoorbeeld voor bloeiende planten, daar zit vaak wat meer fosfaat in. Dus je percentage is wat hoger. En bij groene planten of juist bij hagen heb je juist meer voor de stikstof en voor de groenheid in de plant. Dus die waarden zijn dus aangepast op de verschillende soorten planten. Daarnaast is er een groot verschil tussen de meststoffen is dat je vloeibare mest hebt en vaste meststof. Dus eigenlijk meer een korrel. De vloeibare meststoffen zijn vaak handig voor planten in potten. Deze vloeistoffen die meng je met water en gaan dus heel snel naar de wortels. Die worden eigenlijk direct opgenomen. Die zijn dus eigenlijk al opneembaar voor de plant. Dus ook als je planten hebt die het heel slecht gaan en echt voedingsstoffen nodig hebben, dan neem je daar vaak vloeibare voeding voor. Want die gaan gelijk naar de plant en wordt die gelijk gered. Heb je juist een vaste korrel, dus eigenlijk meer een korrel die je over de grond heen strooit, die meng je met de grond. Die moet nog een beetje afgebroken worden door de beestjes in de grond en daarna worden ze opneembaar voor de plant. De korrel is eigenlijk een bodemverbeteraar. Het is eigenlijk een gewone mest wat gedroogd is, dus eigenlijk gewoon een koemest, wat ze drogen en wat je dus door de bovengrond heen werkt. Omdat je hem daar doorheen werkt, houd je ook heel goed vocht vast. En geeft hij dus langzaamaan zijn voeding af. Dus dit is een langzame voedingafgifte. Maar deze korrel die kun je het beste in de tuin gebruiken of echt door de bovengrond heen werken. Nou heb je ook nog van deze mooie korreltjes. Je kent ze misschien wel. Daar is eigenlijk een korreltje met een omhulsel waar een heel klein beetje voeding in zit. En elke keer als je water geeft, dan spoelt er een klein beetje voeding naar de wortels. Die hoef je dus ook helemaal niet zo vaak toe te voegen. Want hier aan de binnenkant zit dus eigenlijk een klein beetje mest. Dus deze geef je eigenlijk maar één keer in het half jaar en die werk je door de bovengrond. En als je nou afvraagt, maar hoeveel moet je daar nou eigenlijk bij doen? Dat staat op de verpakkingen.
hou die verhoudingen ook gewoon aan. Er staat bij of je een theelepel moet toevoegen of juist zoveel milliliter. Ga ook niet te veel mest geven, want dan heb je overbemesting en dan kan je ook de wortels verbranden. Dus hou gewoon de hoeveelheid aan wat op de verpakkingen staat. Je kunt planten dus gewoon heel goed voedingsstoffen geven, ook de kamerplanten. Dan kijk je eigenlijk naar planten die mooi groen blijven of juist planten die mooi bloeien. Groen blijvende planten, zoals de Monstera en de ficus, die kun je gewoon algemene kamerplantenvoeding geven. En de bloeiende, daar zou ik toch wel even op letten dat je wat fosfaat meegeeft met meststoffen voor bloeiende planten. Bij kamerplanten is het gewoon heel makkelijk om vloeibaar te geven. Ze staan immers binnen en je geeft regelmatig met de gieter water. Dan wordt het ook direct bij de plant opgenomen en heb je ook niet te veel kans op overdosering. Bij kamerplanten gewoon lekker de vloeibaar geven en in de tuin de korrels strooien. Krijg je planten dan nooit voeding, dan gaan ze echt niet zomaar in één keer dood. En te veel voeding, ja, dat is misschien wel schadelijk en dat kan je ook echt wel zien aan planten. Dus probeer ze op tijd voeding te geven, zodat je ze ook echt gezond houdt. Dus bestaat echt voedingsstoffen voor jouw kamerplant? Dus ga even naar hoe jouw kamerplant heet en welke voedingsstoffen dit die nodig heeft. En ga hem op de juiste tijd voeden. Vond je dit nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Heb je nog vragen? Zet ze in de comment. Dan kan ik er antwoord op geven. En dan gaan ook jouw planten weer prachtiger uitzien. Tot de volgende!